ABBA-parlementariër Miquela Huur hoopt op duidelijkheid rond de toekomst van de vreedzaam markt aan de waterkant. Marktverkopers van deze markt, ook bekend als Brunsi Woyo, zouden op 3 mei hebben vernomen dat zij moeten verhuizen omdat op die locatie een boulevard zou worden gebouwd. Deze mededeling zouden ze hebben gekregen van marktmeester Gautam Danai namens het ministerie van Openbare Werken. In de openbare vergadering van de Nationale Assemblée afgelopen donderdag vroeg de parlementariër Huur aandacht voor deze kwestie. Ze benadrukte dat de inheemse en marronsverkopers van deze markt nu in een dip zitten. Huur wilt weten of de regering het project van de boulevard heeft opgenomen in de begroting van 2023. Het stuit me tegen het borst dat de marktmeester aangeeft dat hij van de minister van Openbare Werken, een mededeling heeft gehad hierover. Als dat op waarheid berust, voorzitter, heeft minister Noor Mohammed met het ministerie van ROS, Regionale Ontwikkeling en Sport, vreselijk gechauffeerd, voorzitter. Markten vallen onder het ministerie van ROS. Dus de marktmeester is geen gesprekpartner van de minister van OW. Op basis hiervan kunnen we aangeven aan de verkopers van de vreedzaam markt deze mededeling naast zich te leggen, omdat het niet vanuit de juiste en formele wegen komt. Het ligt in de bedoeling dat marktverkopers en mensen met ondernemingen een bezoek brengen aan de minister van Openbare Werken. DNA-lid Huur staat erop dat de belanghebbenden goed geïnformeerd worden en de juiste wegen worden bewandeld.